zijn vandaag bij Maastad, ziekenhuis. En we gaan een verpleegkundige interviewen. Hallo, ik ben Lineke en ik ben verpleegkundige op de oncologieafdeling van het Maastad ziekenhuis. Wat doet een verpleegkundige? Op de oncologieafdeling doet de verpleegkundige chemotherapie geven aan de patiënt. Chemotherapie is een behandeling om de kanker weg te krijgen uit het lichaam. De verpleegkundige die moet alles verzorgen wat met de patiënt te maken heeft. Dus 's ochtends de patiënt wassen, de patiënt wegen, patiënt eten geven en heel de dag voor de patiënt zorgen. Wat vindt u het leukste aan uw werk? Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik heel veel verschillende dingen doe en voor heel veel verschillende mensen mag zorgen de hele dag. En dat ik ook af en toe met de dokter overleg, dus dat daardoor ook heel veel samenwerking is in het werk. En bijvoorbeeld ook een diëtiste die in het ziekenhuis werkt, die meer over eten en drinken gaat bij zieke mensen. Nou, dat soort dingen, dat maakt het werk voor mij leuk, dat ik heel veel met andere mensen ook samenwerk. Wat zijn de dagelijkse dingen die u doet? Dus medicijnen geven aan patiënten, patiënten wassen, patiënten verder verzorgen. Eigenlijk alles wat met de patiënt te maken heeft, dat moeten wij heel de dag verzorgen. En in de gaten houden hoe het met de patiënt gaat. Omdat de dokter, die ziet de patiënt maar heel eventjes en wij zien de patiënt de hele dag. Dus wij moeten alles opschrijven wat er met de patiënt gebeurt, hoe die zich voelt en wat er allemaal verder gebeurt. En wij moeten dat dan aan de dokter met de dokter bespreken. En die maakt dan een plan om de patiënt te behandelen. Hoe word je een verpleegkundige? Eerst moet je je basisschool afmaken, waar jullie denk ik mee bezig zijn. Daarna moet je nog een opleiding doen, dan kan je verpleegkundige worden. Die duurt meestal ongeveer 4 jaar. Dus dat heet, dat heet gewoon de verpleegkundeopleiding. En voor de meeste afdelingen is het zo dat je dan nog vaak nog even naar school moet om nog precies over die afdeling alles te leren. En dat heb je voor oncologie ook. En dat is dan weer ongeveer 1 jaar dat je ook nog daarvoor moet leren om heel veel verstand te krijgen van die ziekte zelf, in dit geval dus van kanker. Oké, bedankt. Dit was Josra van CIWI TV.